Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaan zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan even kijken naar som 34. Dat gaat over een isolijn die evenwijdig is met beperkende voorwaarden. En wat je dan allemaal moet doen en zo. Dus laten we even kijken naar de som op het bord. Dus som 34. Ze hebben beperkende voorwaarden. X is groter dan of gelijk aan 0. Y is groter dan of gelijk aan 0. En dan hebben ze ook nog een 3x plus 4y is kleiner dan of gelijk aan 60. En we hebben ook nog eentje andersom. Een 4x plus 3y is kleiner of gelijk aan 60. En wat ik net aan de klas heb verteld is van ja, als je wil weten of het isolijn evenwijdig is met een beperkende voorwaarde, dan moet je eigenlijk gewoon even de richtingscoëfficiënt berekenen. En de richtingscoëfficiënt berekenen van een lijn die gegeven is in dit format is niet zo moeilijk. Want, dat heb ik al laten zien aan de klas, maar nog niet aan het filmpje. Dus je hebt ax plus bi is c, hè? Dat is zo'n lijn. En als je daarvan de richtingscoëfficiënt wil weten, dan moet je de ax naar de andere kant brengen. Dus dan krijg je bi is gelijk aan min ax plus c. Die c die stond er al. En dan deel je alles door b. Dus dan krijg je min a gedeeld door b keer x plus c gedeeld door b. En die bagger voor de x, hè, dat was de richtingscoëfficiënt. Dus de richtingscoëfficiënt van de lijn die op deze manier geschreven is, is min a gedeeld door b. Dus, wat is dan hier de richtingscoëfficiënt van? Min a gedeeld door b, dat is min 3 vierde. En van deze is het min a gedeeld door min 4 derde. Andersom, hè? Min 4 derde. En van deze, ja, dit is nog geen isolijn, want er staat geen getal achter. Maar stel je voor dat er een getal achter staat. Hè, die c, die zit toch niet in de richtingscoëfficiënt, zie je dat? Die c doet niks. Dus alleen maar die min a gedeeld door b. Dus dan krijg je min 20 gedeeld door 15. En dan zeg je, min 20 gedeeld door 15, dat komt wel bekend voor. Want dat is een breuk, die kan ik vereenvoudigen. Alles door 5 delen. En dan krijg je hier dus 4 derde. En zeg je, hij is evenwijdig met deze beperkende voorwaarden. Ja? Nou, dat is de eerste opmerking die je maakt van, dat is leuk, mijn isolijnen zijn evenwijdig met beperkende voorwaarden. Maar dan zeggen ze in het boek, wat weet je van de programma's x, y die de doelfunctie maximaliseren? Ja, die liggen ergens in het gebied, maar je moet dus uitrekenen waar die liggen. Dus daarom gaan we dat eventjes tekenen. Dus laten we even kijken. Dit delen is een beetje kansloos. Dus laten we eventjes de puntjes berekenen. Volgens mij komt dat mooi uit, hè. Als we die bovenste pakken hier, dit even apart, gaan we hier verder met deze. Als x is 0, dan is y 15, want 60 gedeeld door 4 is 15. En als y is 0, dan is x 60 gedeeld door 3, dat is 20. En deze heeft hetzelfde, maar dan andersom. Als x is 0, dan is y 20. En als y is 0, dan is x 15. Nou, dus dan nemen we gewoon even stapjes van 5. Dan doen we een klein gebiedje tekenen. Heel klein. Want we weten toch al dat die isolijn evenwijdig is. We hoeven dat niet heel precies te tekenen. Kijk eens even wat een schattig klein assenstelsel dit is. Stapjes van 5. Gewoon even onder gedachte te bepalen. Van wat kunnen we nou zeggen over die programma's. Hè? Die waarden van x en y die oké zijn. Nou, we hebben dus deze lijn. Van 20 tot 15 en van 15 tot 20. En het moest kleiner dan zijn. Dat betekent als je de oorsprong invult is het oké. En we hebben natuurlijk ook nog de assen. Dus dit is de goede kant. Dit is de goede kant. Dit is de goede kant. En dit is de goede kant. Dus dat betekent dat dit het toegestaande gebied is. Oké. Nou, die isolijnen waren evenredig met die min 4 vijfde, hè. Deze daalt minder hard dan die, omdat de richtingscoëfficiënt 4 derde is negatiever dan 3 vierde. Hè? Min 3 vierde is 0,75 en min 4 derde is min 1,3333. Dus de isolijnen zijn evenwijdig met deze. Dus als we een isolijn tekenen, dan krijgen we dit. Deze. Dus dat schrijven we even op. Isolijnen evenwijdig met die.
Oké, en wat zijn dan de antwoorden? Wat zijn dan de goede punten? Dat zijn deze. Vanaf dit punt tot dit punt. En hoe moet je dat zeggen? Nou ja, dan moet je dus zeggen van dus de oplossingen, de programma's. Zo noemen ze dat, de oplossingen van de lineair programmeren probleem heet de programma's. De programma's waarvoor de winst maximaal is, liggen op het lijnstuk van, nou, dit punt, hè, dat was 15,0 naar, oh, maar hoe kom je achter dit punt? Hoe moeten we nou weten wat dit punt is? Ja, dit punt is het snijpunt van die twee lijnen. En als je wil weten wat het snijpunt is van twee lijnen, dan maak je een stelsel. Dus oké, je maakt een stelsel. 3x plus 4i is 60. En 4x plus 3i is 60. En dan moet je het gelijk maken. Nou, ja, het maakt niet zoveel uit of het x of de y doet, want het is allebei evenveel werk. Dus laten we het bovenstukje 4 doen en het onderstukje 3. En je komt er praktisch op hetzelfde uit. 4 keer 3 is 12, dus 12x plus 16i is 240. En 3 keer 4, dat is ook 12. 12x plus 9i is 3 keer 60, dat is 180. Dus haal het van elkaar af. 16i min 9i, dat is 7i. En 240 min 180, 60. Dus i is 60 zevende. Ja, even kijken hoor. Ik wil de hele er even uithalen. Dat is 8. Dus doen we dit min 8. Nee, in deze rekenmachine moet je doen ans min 8. Want de min kan ook zijn de min van negatief getal. En dan kom je uit op 8, 4, 7. Dan zie je dat. Nou, klopt dat met mijn tekening? Ja, dat ziet er goed uit. En de x dan, meneer? Nou, die is ook 8, 4, 7. En als je het niet gelooft, dan vul je het in. Dus dan krijg je 3x plus 4 keer 8, 4, 7 is 60. Dus 3x is 60 min 4 keer die 8, 4, 7. Nou, die heb ik nog. Hè. Ik heb hier weer de 8, 4, 7. Die doe ik keer 4. Dan krijg ik 240 zevende. Oké, en wat is 60 min 240? Oeps, 240 zevende. Dat is 180 zevende. Ja, ik dacht even, oh jee, het komt verkeerd uit, maar het komt goed, want je moet nog door 3 delen. Dus x is ook weer 60 zevende, 180 gedeeld door 3. 60 zevende. Dus, nou, dus het ligt op het lijnstuk van 15,0 naar 847,847. Je mag ook gewoon met komma-getallen werken hoor, maar ik vind het fijner om met breuken te werken. En wat is de winst daar dan? Nou, die kan je uitrekenen op een willekeurig punt, want op deze hele lijn is de winst hetzelfde. Dus dan pak je het makkelijkste punt, dat is natuurlijk die 15,0. En dan zeg je, nou, 20 keer 15 plus 15 keer 0 is, nou, 300. Dus de maximale winst is 300. Het probleem met deze som is een beetje de vraagstelling. Hè? Wat weet je van de programma's? Nou ja, ja, die liggen op die lijn. Maar moet je dan ook zeggen wat de coördinaten van de punten zijn? Dat is niet echt helemaal helder. Wat ze wel heel duidelijk vragen is, bereken de maximale winst. Nou, dat is 300. Maar ik hoop dat dit een beetje inzicht geeft in hoe je zo'n som kan aanpakken. Hebben jullie hier nog iets over op te merken? Oké, nou, dan gaan we weer even afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader.
dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.